Goedendag. Vanochtend om tien voor half elf is de herfst begonnen op het noordelijk halfrond en de lente op het zuidelijk halfrond. De zon stond toen loodrecht boven de evenaar. De zomer is daarmee dus weg uit ons continent en qua temperaturen kunnen we dat echter niet zeggen. Want vandaag wordt het in het zuiden van Spanje bijvoorbeeld nog steeds zo'n 25 graden. En ook in het zuidoosten van Europa zien we nog hoge temperaturen. En ook morgen zijn dat gebieden waar de temperatuur nog lekker oploopt. In de buurt van Madrid kan het misschien zelfs bijna 30 graden worden morgen. Maar het is niet alleen zomer in Europa, want er is ook sneeuw gevallen vandaag in het Alpgebied. Sneeuwvlokken zelfs tot op 1000 meter hoogte. Boven de 2000 meter is zo'n 20 tot 30 centimeter gevallen op sommige plaatsen. Dus de winter laat zich inmiddels ook een beetje zien. Bij ons niets van dat alles, we hebben te maken met onstabiele lucht en met buien. Morgen krijgen we te maken met een regenfront. En als we dit in beweging zetten, dan zien we het regengebied ook via de Britse eilanden langzaam op ons afkomen. En dat systeem trekt morgen langzaam over ons land, betekent dus dat we er ook lang last van hebben. Maar daarna moeten we onze blik verplaatsen. Er ligt een hoog drukgebied bij de Azoren. En dat hoog drukgebied dat komt onze kant op en gaat ervoor zorgen dat we vanaf het weekend veel beter weer krijgen. De luchtdruk gaat bij ons dus stijgen. Je ziet het ook van 1017, 1018. Langzaam loopt die verder op. En in het weekend komt die rond de 1025 uit. Ja, en dan hebben we totaal ander weer. Dan zijn regengebieden ver weg. hebben we te maken met rustige omstandigheden, wel frisse nachten en misschien mist in de nacht maar overdag zeker in de middag flinke periode met zon. Zover is het vandaag nog niet. Vanavond nog meerdere buien verspreid over het land. Alleen in het zuidwesten is het denk ik grotendeels droog. Halverwege de avond is het de graad of 13. Komende nacht dan nog een graad of 9 als minimum. Het aantal buien is dan wel afgenomen, maar vooral in de kustgebieden kan nog steeds een enkele bui vallen. En als we dan naar morgen overdag kijken, dan zien we dat de kans op regen weer groter wordt. Dan komt dat frontale systeem eraan, die zorgt voor veel bewolking, grijze omstandigheden. En daaruit valt dus motregen en regen. In de oostelijke provincies is het nog enige tijd droog. Daar kan ook af en toe de zon doorbreken. Maar uiteindelijk hebben we ook daar de wolken de overhand: 16 tot 18 graden. En een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind maakt het herfstplaatje compleet. Vrijdag zien we de luchtdruk dan dus stijgen en dan neemt de buigheid duidelijk af. In het noorden nog een enkel buitje, rest van het land droog. En zaterdag en zondag is het overal droog. Vroeg in de ochtend dus misschien mist en fris. Smiddags flinke zonnige periode en dan temperaturen rond de 17 graden. En de hele volgende week lijken we dat weerbeeld te houden: temperaturen iets boven de 15 graden, als het mee zit een keer in de buurt van de 20, en ook frisse nachten en droog weer. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.nl.